Oh nee. Nee. Ah, wat heb je nou gedaan, Daan? Oh, laat zien. Laat zien. We zitten heel eerlijk bramen te eten. Oh, een braam op je broek. Ja, die krijg je als je erop gaat zitten, Daan. Helaas. Hallo geocachers, goedemorgen op deze prachtige morgen. Samen met Daan ben ik hier vandaag in het super mooie natuurgebied De Moeren. Natuurgebied De Moeren is een natuurgebied wat beheerd wordt door natuurmonumenten en wat eigenlijk onderdeel is van een veel groter natuurgebied. Het bestaat hier allemaal uit weilanden, vennen, stukken bos, echt super mooie natuur hier. En in natuurgebied De Moeren heeft de CO van deze geocache iets heel leuks bedacht. Hij heeft namelijk een multi uitgelegd over verschillende waypoints, ik geloof een stuk of 7 of 8 waypoints. En bij ieder waypoint ga je op zoek, denk ik, naar een moer. Je moet namelijk steeksleutels meenemen. Je moet steeksleutels meenemen van 7 tot en met 22. Nou hebben ze bijna allemaal. Eentje konden we helaas niet vinden in onze toolbox. Maar we hopen wel dat we alle moeren, denk ik, kunnen gaan vinden. En zo ook de eindcache kunnen gaan vinden. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er erg veel zin in, Dan. Ik ook. Mooi gebied. Mooi weer. Vakantie. Dus wat wil je nog meer? We gaan onderweg. Ik ben heel erg benieuwd. Hier is ook nog hout. Wat? Hier is ook nog hout. Nou, dan moeten we hier in het rond gaan kijken. Ik denk dat, dat ze dingen op hout gemaakt hebben. Dus het zou hier kunnen zijn. Hier zie ik niks. Nou, we hebben hier best wel eventjes lopen zoeken, Daan. Ja. En eigenlijk kunnen we nergens een moer of een schroef of een bout vinden waarvan we denken, die heeft de CO er zelf ingestopt. We zien hier wel bouten. Die gaan we nou maar gewoon proberen, want misschien worden deze wel bedoeld. Als jij nou even kijkt, Daan, welke maat past. Van alles. Ga maar kijken. Ook niet. Oké, deze is iets te groot. Oké, één maatje kleiner dan. Deze moet het al zijn. Dus dan zou het nog 19 kunnen zijn. Hebben we 19 nog? Nee, we hebben wel 16, 17. Proberen 17, die is dan te klein, hè? Dan is het dus 18 of 19. Want 17 is te klein en 20 is te, was te groot, hè? Ja, dus dan is het 18 of 19. Ik denk dan 19. Ja? Ja. Zo, onderweg naar waypoint 2. Ik hoop dat het eerste waypoint wat we hebben, dat het de juiste waypoint is. En als je de kaart bekijkt van dit prachtige natuurgebied waar we nu doorheen lopen, van de moeren, dan zie je dat het heel symmetrisch is opgesteld. En die symmetrie is natuurlijk heel bewust. Het is namelijk een Franse tuin- en landschapsstijl waarin dit gebouwd is. En in die Franse symmetrische landschapsstijl zijn lanen en paden erg belangrijk. Dus je hebt hier allemaal lange paden met grote bomen ernaast. Er zijn veel eiken en veel beuken en die worden bewust neergezet omdat die weer belangrijk zijn voor allerlei holbewoners zoals vleermuizen, boommarters en noem maar op. Super mooi gebied. Oh, kijk daar, mooie veer. Ja. Zo, die heeft een mooi patroontje. Yes. Waar zou die van zijn? Voor te kietelen. Ja, kietelveertje. Mooie streepjes erop. Ja. Ja, en hier verderop komen we op een zogenaamde bosrotonde. En die is ooit eens bedoeld in de Franse tuinstijl. Ter verfraaiing natuurlijk gewoon van het hele gebied. Maar ook voor het accentueren van de vier lanen die hier dan weer op elkaar uitkomen. 1, 2, 3, 4 mooie boslanen. Wauw, en nou nog op zoek naar die bout, Daan. Dit is het nulpunt? Ja. Oké, zoek hem maar dan. En dan denk ik, Daan, dat we hem hier te pakken hebben. Probeer hem eens. Yes. Past die? Ja. Oké. Okay. Oh, zullen we hier het bos in gaan? Ja. Dat is wel een leuk plekje, toch? Ja. Mooi zo met die grote bomen ernaast. Hoeveel meter nog? 80 meter, oké. Okay. Heel hoog, ja. Wow. Het zijn inderdaad hele mooie lanen, hè? Hele mooie paden. Super. Hé, hey, een bruggetje. Eerst even kijken, misschien dat bij dat bruggetje wel weer de volgende aanwijzing zit.
Ga ik eerst 6 proberen. Groot. En 8. Oké, okay, let's go. Door naar de volgende. Ja, heel mooi. Ja. Oude dode bomen hier. Ja. De zon schijnt ook echt van super mooi. Kijk, dat is wel een mooi gezicht. Want dit is een dode boom, hè? Die staat er al heel lang en die is al heel lang dood, denk ik. En dan groei je altijd van dit soort, ja, wat zijn het? Elfenbankjes op of zo? Mooi gezicht altijd, hè? Die paddenstoelen op de zijkant. Tof. Wil jij ook? Wat ga je pakken? Foto. Ja, lekker. Een kapje. Kapje. Ja. Oh, ja, dankjewel. Daar woont iemand, dat is wel een mooi gebied om te wonen hier. Daar wou mama zeker wel wonen. Daar wou mama zeker wel wonen, ja. Tof. Moet op een houten paal zijn en dan 2 boven elkaar. Dit is nulpunt. Dit is het nulpunt, oké. Okay. Nou, we zoeken er 2 boven elkaar. Als je hier kijkt, heb je er 2 boven elkaar zitten. Proberen. Ja. Die is te groot, die is goed, maar misschien nog net iets te groot. En die is weer te groot, dus dan is het inderdaad deze. Ja. Volgende waypoint, volgens mij moeten we er nog 3. Let's go. En wat zei je nou dan? Wat hoopt je dat je bij had? Mijn box. Je box, waarom? Om muziek luisteren. Oh, muziek luisteren. Ja, maar dit is een natuurgebied en dit is een stiltegebied. De weg, die is ook niet stil. Dus... Nee, de weg is ook niet stil. Dus. Dat is waar. Hey, bramen daar. Kijk, zitten er een beetje rijpe... Oh nee, hier zit een vieze vlieg op, daar ook. Sommige zijn een beetje rot al. Maar volgens mij zitten er ook nog wel goede tussen. Jij ziet er goed uit? Ja, die zijn heel zoet. Lekker. Ja, ziet er ook goed uit. Ja? Ja. Lekker zoet, hè? Ja. Wow, die zijn echt helemaal plukklaar. Plukrijp. Wow, Daan, dat is ook echt een mooie open plek dit. We kijken echt zo'n open plek van daar tot daar. En dan super hoge bomen erbij. Heel mooi gezicht. En dan precies een bankje op het goede plek. Oh nee. Nee. Ah, wat heb je nou gedaan, Daan? Oh, laat zien. Laat zien. We zitten heel heerlijk bramen te eten. Oh, een braam op je broek. Ja, daar krijg je een strop van zitten dan. Helaas. Daan, op naar de laatste waypoint. Ja. Ja. Yes, en dat is nummer? 13. Oké, okay. Let's go. We hebben alles binnen. We gaan op zoek naar de eindcache. We gaan hem pakken, Daan. Ja. Heerlijk, toffe wandeling door dit mooie gebied. Daar ligt de eindcache. Let's go. Oké, Daantje. Nog 50 meter, dan zijn we er. Ja. Dit is natuurlijk wel een super mooie eindlocatie. Dit. Ja. Echt zo'n oud laantje, althans ziet er oud uit. Hier zie ik wat verdachts, Daan. Ja. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Oh, hey. Daar is die. Yes. Eindelijk. We hebben hem. Yes, hebben ze. Ja. Kijk, logboekje erin. Dat is nog een oude. Op zoek naar de elementen. Dat is een oude. Die gaan we er maar uithalen. Want die is nog uit 2016 dat hij er nog in zit, joh. Nou, we hebben hem te pakken. Fijn. Eindelijk super mooie wandeling gehad. Super origineel. Ook met die moeren in natuurgebied de Moer. Deze is echt de moeite waard. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Wat zijn er dan? Wat ben je vergeten? Mijn box. Je box? Ja. Waarom? Om muziek luisteren. Oh, muziek luisteren? Ja.
Nou, dan moet je mijn oortjes in doen. Als je hier wil rondlopen en je wil muziek luisteren, dan mijn oortjes in doen.